Hier moet hij vandaan komen, een grote jumbojet die vanmiddag een doorstart maakt op Groningen Airport Eelde. Belangstelling is er genoeg. Tientallen mensen willen een glimp van de Boeing 747 opvangen. Ja, ik heb net gehoord dat er iets belangrijks gaat gebeuren, dus het lijkt me wel leuk om even te kijken. Ja. Het is wel lang hè, het wachten? Ja, ik heb al een kwartiertje in de auto gezeten, want het werd een beetje te koud. Zijn er al lang? Nee, ik denk een half uurtje nou ongeveer. Dus ik hoop dat het zo komt. Nou, de kijkers zien veel, maar geen Boeing 747. Het toestel wordt verwacht tussen 2 en half 3, maar dat duurt iets langer. De jumbojet is bezig met een testvlucht en blijft rondjes maken boven de Noordzee. Via mobieltjes wordt de vlucht in de gaten gehouden. Zou hij nog wel komen? Ja, dacht ik wel. Jawel. Een paar keer uitgesteld natuurlijk, hè? Ja, dat wel. Maar het weer is nou toch goed, dus ik dacht wel dat hij komt. Ik hoop dat hij er voor het donker is. Jawel, daar ga ik wel van uit. Daar ga ik wel van uit. Het wachten wordt beloond, want tegen 4 uur vanmiddag komt de grote jumbojet in beeld. Vliegtuigen komen na groot onderhoud regelmatig via Eelde voor een testvlucht. Maar een toestel van dit formaat en een type 747 is zeldzaam. Echt te gek, hoor dit. En dit is dan het moment waar het allemaal om draait.